De slechte hygiëne in het Caritas Wilhelmina ziekenhuis ligt niet aan de medewerkers, maar aan de leiding van schoonmaakbedrijf GOM. Dat zeggen medewerkers. Afgelopen woensdag kwam naar buiten dat de verpleegkamers op de afdeling cardiologie vuil zijn. Nadat een bezoeker hierover aan de bel trok. GOM zou bij de overname van de voorheen interne schoonmaakdienst gekort hebben op de uren die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld de schoonmaak van verpleegafdelingen. Het gevolg is volgens schoonmaakpersoneel dat niet alleen op deze afdeling, maar door het hele ziekenhuis heen de hygiëne te wensen overlaat. Medewerkers meenden dat Grom het helemaal verkeerd aanpakt. Mensen zijn van taken afgehaald waar ze ruime ervaring mee hadden. Ook zou de behandeling van het personeel niet respectvol zijn en staat bij niet open voor de mening van medewerkers. Het ziekteverzuimcijfer is in de tijd dat Grom de dienst overnam gestegen naar 14%. Het bedrijf geeft zelf aan met CWZ om tafel te gaan om het hygiëneprobleem aan te pakken. Terwijl veel mensen in verkiezingstijd campagne voeren of stemwijzers invullen voor broodnodig stemadvies... biedt de regionale tak van D66-jongerenorganisatie Jonge Democraten ander advies. Voor je wiet kun je in Nijmegen het beste naar koffieshop Kronkel. Daar is het personeel kundig en de sfeer het best. De jonge organisatie wil, net als de grote broer in Den Haag, het legaliseren en reguleren van wit teelt onder de aandacht brengen. Ondanks het coffeeshopadvies advies willen de jonge democraten drugsgebruik niet stimuleren. Dit jaar was er wel een optocht in Beek, oftewel de heksenketel. Want zo heet Beek tijdens Carnaval. Vorig jaar ging de tocht vanwege de storm immers niet door, maar dit jaar was het druk. Veel praalwagens uit de hele regio deden mee aan de Roze Deelnemers kwamen behalve uit Bergendal ook uit Malden, Heumen en Nijmegen. <tot>